Hallo serpentjes, ik ben Rikus Urban Gameplay en welkom bij een speciale jubileumvideo. Een paar dagen geleden vierde de wereld van Harry Potter haar 20-jarig bestaan. 20 jaar geleden, plus een paar dagen omdat ik laat ben met deze video, kwam Harry Potter en de Steen der Wijze uit. Dit is mijn kopie die ik als kind heb. Ik heb het even gecheckt. Hij komt uit het jaar 2000, oftewel 3 jaar nadat de Harry Potter serie bestond. Had ik dit boek al? Dit boek en ik zijn al 17 jaar samen. Oh, dat is toch schattig. Dat is toch gezellig. Dat is het goede nieuws. Maar er is ook slecht nieuws. NOS, beter bekend als een bron van nieuws, is opeens full BuzzFeed gegaan. En in plaats van nieuws plaatsen op hun website, plaatsen ze opeens een Harry Potter quiz. Dus ik, als Harry Potter lezer, ik ben momenteel bezig met alle boeken weer doorgaan. Ben in 3 maanden bij boek 6 gekomen. Wel met luisterboeken, omdat ik een luie hond ben. Maar dat even terzijde. Ik ben gewoon benieuwd hoe goed ik ben in de NOS Harry Potter quiz. En als het niet lukt, dan ga ik van NOS naar SOS naar SOA. Oké, dan. We gaan even de quiz erbij pakken. Vraag 1 van de 11. Op welke datum heeft Voldemort de ouders van Harry Potter vermoord? Oh man, ik heb zo'n hekel aan vragen over data en getallen in boeken. Alsof ik dat onthoud, alsof ik een datum lees en denk, relevant. Nu weet ik het toevallig, want in The Cursed Child word je doodgegooid met dit getal. Voor mij is het 31 oktober. Is dat nog goed? Of moet ik nu gewoon door naar de volgende vraag? Ah, klopt. Volgende. Vraag 2. In welk ding zat het laatste gruzielement? Is dat 1. De zegevlier. 2. Nagini. 3. De gouden snaai. Of 4. De steen der wijze. Dat is een hele makkelijke vraag, want 3 van die dingen zijn geen gruzielementen. De zegevlier is deel van de relieken van de dood. De gouden snaai, daar zit weer de steen van Wedeke in. Relieken van de dood. De steen der wijze is de steen der wijze. Dus het goede antwoord is Nagini, die irritante slang. Ja toch? Oké, is het dan nog eens? Klopt! Dankjewel NOS! Vraag 3! Op welk adres wonen Harry's stiefouders? De Duffelings. Het zijn niet zijn stiefouders! Wat? You what, mate? Het zijn niet zijn stiefouders! Je kan ook niet 2 stiefouders hebben, dat is niet hoe dat werkt volgens mij. Alsof je moeder opeens weer een nieuwe man heeft. En dat je moeder dan weggaat. En dat je dan bij die man blijft wonen. En die heeft ook weer een nieuw persoon. Nee, het zijn zijn oom en tante. Die wonen gelukkig niet exact adres. Ze wonen in ieder geval niet aan de weg is weg. Niet aan de verdonkerde maansteeg. En niet op het Grimbouwplein. Ze wonen op de Ligusterlaan. Voor mij nummer 4. Not sure though. Is dat nog eens? Ja, dat klopt. Prachtig. Vraag 4. Hoeveel auto's werden er vernield tijdens de scène waarin Harry en Ron in een beukwil crashten? Zijn dat geen enkele auto's, 2 Ford K's, 14 Ford Anglia's of 5 Range Rovers? Nou is het ding, dit is een vraag die heeft vrij weinig met kennis van het Harry Potter universum te maken. Dit is gewoon, hoe maak je een film? Nou weet ik dat de specifieke auto een Ford Anglia is, een lichtblauwe Ford Anglia. Ik heb er oprecht over nagedacht om precies die auto te kopen, Ford Anglia. 7000 euro, duur, het is een oude auto, dus het gaat waarschijnlijk snel kapot. En ik heb geen rijbewijs, dus voor nu doe ik het even niet, maar het idee is wel cool. Dus of 14 Ford Anglia's, of ze hebben alles gewoon met special effects gedaan en er zijn geen Ford Anglia's kapot gegaan. Ik zou niet zien waarom je die auto moet slopen. En vooral bij de beukwil crash scène. Zeg maar bij die scène met die spinnen, dan slaan ze al die ruiten in en zo, dus... Hebben ze dit met practical of met special effects gedaan? Ik zet mijn geld in op geen enkele auto. Special effects all the way. Het juiste antwoord is 14 Ford Anglia's. Mijn hart brandt. Vraag 5. Welke Britse acteurs hadden ook bijna in de Harry Potter films gespeeld? Rowan Atkinson en Gerard Butler. Rowan Atkinson is Mr. Bean, dat weet ik. Nee, ze hadden sowieso niet Mr. Bean erin gestopt. Hugh Grant en Jude Law. De namen zeggen mij iets, maar ik heb geen idee hoe die gasten eruit ziet. Benedict Cumberbatch en Kate Winslet. Nou, Benedict Cumberbatch was toen nog helemaal niet zo bekend, dus dat valt ook redelijk af. Daniel Craig en Anthony Hopkins. Ja, we hebben al een Daniel. Nee, dat is goed zo. Ik denk dan Hugh Grant en Jude Law. Eens even googlen hoe die eruit zien. Jude Law. Oh, is dat een man? Jude Law afbeeldingen. Jude Law nudes. Oké dan! Ik denk Hugh Grant en Jude Law in ieder geval. Klopt! Yes! Vraag 6.
Welke drie voorwerpen vormen samen de relieken van de dood? Is dat 1, de zegevlier, de onzichtbaarheidsmantel en de steen van wederkeer? Is dat 2, de zegevlier, de steen der wijze en de gouden snaai? Is dat 3, de onzichtbaarheidsmantel, het litteken van Harry Potter en een haar van Pergamentus? Of is dat 4, de steen van wederkeer, de onzichtbaarheidsmantel en de spiegel van Pergamentus' broer Desiderius? Dat is waarschijnlijk toch wel de zegevlier, de onzichtbaarheidsmantel en de steen van wederkeer, ja toch? Klopt! In welke kluis in Goudgrijp halen Harry Potter en Hagrid een belangrijk pakketje op in de eerste film? Als er iets met 400 was geweest, was ik daar sowieso voor gegaan. Het is sowieso of 713 of 813. Het was niet 5 en het was ook niet dat veel te grote getal. I put my money on 713. Pat. Klopt! Yes! Vraag 8. Welke spreuk gebruik je om een deurslot te openen? Is dat nou toch? Alle humoren. Sowieso. Ja, is dat ook nog goed? Klopt! Yes! Vraag 9. Met welke spreuk doodt Harry Potter Voldemort? Is dat 1, Avada Kedavra? 2, Cruciatusvloek? Is dat 3, Expelliarmus? Of toch 4, de Imperiusvloek? Nou, zou je kunnen zeggen dat 3 van deze vloeken niet dodelijk zijn? Ik ben een beetje boos op Harry Potter, hoe ze Expelliarmus gebruiken. Expelliarmus is eigenlijk, het zegt ook Expelliarmus. Het idee van de spreuk is dat je stok zo ploep, zo uit je hand vliegt. En meestal is het ook wat de spreuk doet. Die gewoon Expelliarmus, pats, en dan hop. Dan zijn ze zo'n toverstok kwijt. Maar iedere keer als Harry met Voldemort vecht, is ze, oeh, ik heb allemaal gevaarlijke spreuken. Wat zou ik doen? Toverstok weg. En dan fuse dat samen met zijn Avada Kedavra en dan wordt dan een bal. Sure. Dus eigenlijk heeft hij meer gedoopt met de eigen Avada Kedavra van Voldemort. Die hem zo in een bal. Maar waarschijnlijk is het allemaal dat ze willen horen Expelliarmus. Klopt! Vraag 10 van de 11. Waar lijkt het litteken op de knie van Pergamentus op? Is dat 1, platte grond van de Londense metro? 2, op het teken van de relieken van de dood? 3, op Felix de Phoenix? Of 4, Zwijnstein? Zwijnstein lijkt me niet echt logisch, veel te groot. Relieken van de dood zou kunnen, maar heel toevallig. Dus of Felix de Phoenix, of echt gewoon heel goofy Pergamentus-y platte grond van de Londense metro. Ik heb geen welk boek dit wordt gezegd, ik ga nu ook gewoon gokken. I put my money on... Doe lekker het teken van de relieken van de dood, joh. Doe maar wat. Fout! Het juiste antwoord is de plattegrond van de Londense metro. Oké dan. Vraag 11. Hier komt hij. Het gaat allemaal om de lengte. Hoe lang is Harry Potter's toverstaaf? Dit weet ik. 28 centimeter. Dat is 28 centimeter. 28 centimeter. Eikenhout, fenixveer erin. Allemaal bullshit. Eenhoornveer, weet ik veel. Goeie staf. Hey, dat was hem. Dat is ook niks. Je had 9 van de 11 vragen goed. Serpent Gameplay did 9-11. Wat een fijne quiz. NOS, ik ben niet heel tevreden. Nou zijn er meer Harry Potter quizzen nu we toch bezig zijn. Pottermore, officiële Harry Potter website shit. Die hebben ook Harry Potter quiz. Ik geloof 3 stuks. Makkelijk. Medium. Oh, what the fuck ben je allemaal doen met je leven? Waarom weet je zoveel? Dus laten we die kant even opduiken en even die quiz ook proberen. www.pottermore.com. Kijk eens aan, Flatsboom. Oké, nu is het enige over te doen. De quiz vinden. Het is echt een hele grote site met heel veel shit. Is er niet gewoon een zoekfunctie of zo? Kijk, je ziet wel mij, Rick Broers, ingedeeld bij Ravenclaw. Ik ben officieel gesorteerd, bitches. Kan ik mijn patronen ontdekken? Ik kan zien bij welk, wat mijn toverstok is. Allemaal prima. Ik wil eigenlijk gewoon de quiz doen, als dat mag. Features? Weet je wat? We gaan naar Google toe. Harry Potter quiz. Pottermore. Waarschijnlijk is dit veel effectiever om het te vinden. De Back to Hogwarts quiz. Easy. Kijk eens aan, dat hadden we even nodig. Pottermore Back to Hogwarts quiz. Easy. Oké, beginnen. Which creature is depicted in the emblem for Gryffindor House? Oei, oei, oei. Voor mij is dat een lione. Volgende vraag, Pat. Among the wizarding community, the term muggle refers to what kind of person? A non-magical person from a magical family? A non-magical person from a non-magical family? A magical person who is really bad at magic? A magical person with only one magical parent? Dat is dan, we hebben het over muggle. Dus dan ben je, ja, een niet-magisch persoon met niet-magische ouders. Waar of niet waar? Professor Dumbledore, spectacles are rectangular. Oeh, dit is dan best wel een moeilijke vraag hoe zijn brilletje eruit ziet. Voor mij heeft hij een soort van halve maan brilletjes. Op sommige van de boekcovers zie je dat best wel goed. Dus het is vals. Hij heeft geen vierkant brilletje. Yes, volgende vraag. Which Hogwarts student says, I don't go looking for trouble. Trouble always finds me. Dat is Harry Potter, denk ik dan toch. Ja, hij is wel het hoofdpersonage schijnt. Volgende vraag.
Selecteer alles wat van toepassing is. Members of Ravenclaw House are known for possessing which of two of the following traits? Zij hebben voornamelijk intelligence en cunning? Ik ken sowieso niet loyaliteit. Het is cunning, want wit is ook Gryffindor shizzle. Oké, versturen. Oh, het is cunning. Cunning. Google Translate die bitch. Ik zit meer gewoon vast op mijn Engels. Over het algemeen ben ik redelijk goed met Engels, maar cunning. Sluwheid. What is the incantation for the summoning charm? Ik vind summoning charm een beetje slecht uitgelegd, maar ze bedoelen de sommeerspreuk. Dat lijkt wel op summoning, ja. Dat is Accio. Kijk eens aan. Volgende vraag. What color is the Hogwarts Express? Die is rodig, toch? Scarlet? Ah, dat zijn allemaal sexy dames. Is goed, is goed. We gaan voor Scarlet. Yes. Volgende vraag. How are parcels and letters sent in the wizarding world? Pakketjes en brieven worden verzorgd door middel van uilen. Wat nog steeds heel raar is voor mensen die zoveel shit kunnen. Which Hogwarts student says, just because you've got the emotional range of a teaspoon doesn't mean we all have. Dat is waarschijnlijk Hermione Granger. Ja toch. What do Harry and Ron crash into when they fly Arthur Weasley's Fort Anglia at Hogwarts? Nou hey, deze kun je weten. Of je nou niks van Harry Potter weet of wel dan. Hoppakee, dat is de Whomping Willow, de Beukenwilg. Kijk eens aan, zijn we bijna deze quiz heen? Yes, back to Hogwarts quiz, 9 out of 10. Ik vind nog steeds dat ik 10 van de 10 verdien, maar dat waren de makkelijke vragen. Nimbus 2000 quiz, iets moeilijkere vragen. Oké, dan beginnen. Whom do Harry, Ginny en Neville join in the Hogwarts Express compartment at the beginning of Harry's fifth year? Voor mij is dat Luna, die leren ze daar kennen. Die zat helemaal niet in de eerste drie boeken en opeens, oh ja, nieuw personage. Luna Lovegood. Yes, 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 yes. What type of quill does wizarding journalist Rita Skeeter favor? Ze heeft een automatisch schrijvend ding, maar... Het zou waarschijnlijk de quick quotes quill zijn. Ik heb de boeken dan voornamelijk in het Nederlands gelezen. Ik heb ze ook in het Engels liggen, maar dat stel ik nog even uit. Dan de quick quote quill. Yes. The divination classroom is at the top of which Hogwarts tower? Voor mij is de Noordertoren voor sterrenkijkers shizzle. Voor mij is de Westertoren. Zo even zwijnt zijn in mijn hoofd. Beste toren is voor mij waarzeggerij. Toch? Oh, was het niet goed. Wat is het dan wel? Oostelijke toren. Ah joh, het is in allemaal weer. Hagrid's full title is Keeper of Keys at Hogwarts. Voor mij wel. Hij is sleutelbewaarder. In het Nederlands. Dat zal wel waar zijn. Oh, hij is Keeper of Keys and Grounds. Dat is echt super flauw. Jeetje. Who wrote the Hogwarts textbook A History of Magic? Jeetje. Jeetje. Ik denk Bathilda Bagshot. Die naam klinkt nog soort van bekend. Nah, ik weet zelfs gewoon wie boeken hebben geschreven die niet bestaan. Wat handig. True or false? The spell to reverse the effects of Lumos is Nox. Voor mij is Nox Latijn voor nacht. En dat is zeer zeker waar. Kijk eens aan. In his first class with Professor Slughorn, Harry wins a tiny glass bottle of which potion? Dat is natuurlijk Felix Fortunatus en hij wint het door zijn brouwen van de drank van de levende dood, want ik ben toevallig net dat boek aan het luisteren. Felix verliezen. Selecteer alles wat van toepassing is. Which substances are not known to be used for making wand cores? Is dat dragon hair, phoenix feather, unicorn hair of hippogriff feather? Voor mij is hippogriff feather geen ding. Oh, dan kan ik meerdere kiezen. Oeh, ik heb ook niks gehoord van drakenhaar en draken hebben schubben toch, dus... Draken, misschien hebben ze een beetje haren. Phoenixveer sowieso en eenhoornhaar ook. Dus... Yes, allebei gewoon goed, pat. True or false? Nifflers are most often kept for guarding property. Ik weet niet of ze daarvoor gehouden worden. Ik weet dat die Niffler dat Erik dan te gastje is die al die money pakt. Ik denk dat Nifflers meer gewoon gehouden worden om te kutten. Ik denk vals dan. Hey... Ja, Nifflers can be destructive to belongings. Geen goed idee. During Harry's first transfiguration lesson, Professor McGonagall transfigures her desk into which animal? Was het geen varken? Oh, het staat ertussen. Het staat ertussen. Een varken. Kijk eens aan. Who said, I was ready to risk everything for him. I was ready. It was my dream. My greatest ambition to serve him. To prove myself to him. Dat is natuurlijk Betty Crouch Jr. Tuurlijk. Helemaal crazy die man. Helemaal crouchy die man. Selecteer alles wat van toepassing is. Which of the following are Hogwarts ghosts? Je hebt Nearly Headless Nick. Haas het over de Henk. De Fat Friar. De dikke monnik.
de Grey Lady. En Rowena Ravenclaw niet. Pas op. Voor mij is het de dochter van Rowena Ravenclaw die Harry spreekt over Diadem. Dus het is denk deze drie. Oh. How does Professor Trelawney spell her first name? Trelawney, hoop ik. Oh, op die manier. Sibyl. Oeh, met een S en met een C. Ik luister de boekjes. Ja, dan weet ik veel hoe je het schrijft. En in Nederlands heet het Sibylla, trouwens. Dus dan zou ik het sowieso met dubbel L schrijven. En misschien met een C voor de fancyheid. Wat is het dan wel? Sibyl met een S. Ah ja, ik heb wel de dubbele L goed. Goed genoeg. True or false? The students and teachers from Boisbaton and Dumstrang arrive at Hogwarts on Halloween. Oeh, voor mij was Halloween, toen waren ze er al, dus dat is vals. Yes. Which of the following is not a book written by Gilderoy Lockhart? Ik hou heel erg van Smallheart. Hij heeft tripjes met trollen, reizen met vampieren sowieso. Problemen met trollen? Gadding with ghouls? Feesten met fakesen? Klinkt wel alsof Holidays with Hags. Feesten met fakesen? Reisjes met, op de reis met de vampier, zoiets. Dus ik denk dan... Hij had trippen met trollen. In het Nederlands in ieder geval. Dus dan misschien Trouble with Trolls? Misschien is dat... Of is dat gewoon de Engelse versie? Ik ga voor Trouble with Trolls. Yes! Het is trippen met trollen. Resultaat. Poor. 80-89%. Is dat een slecht resultaat? Nou, oké, dat kan wel, ja. Ik hoef hem niet open te doen. Ik wil graag door naar de hard quiz, als je het niet erg vindt. Hoe ga ik door naar de volgende quiz? Moet dan alles goed hebben? Of kan ik ook nog steeds naar de hard quiz toe? Ik ben al een klein beetje ingemaakt door de medium quiz, maar ik wil graag wel door als het even mag. Back to Hogwarts quiz hard beginnen. How many broomsticks are flown in a full game of Quidditch? Oké, dan. We gaan gewoon voor één team doen. Dus je hebt zoeker. Ja. Dan heb je een wachter. Je hebt drie jagers. En dan nog twee mensen die de beukers mappen. Dus dat is 7. Maal 7 voor de andere kant. Plus de scheidsrechter. Dus dat is dan 15. Nou, die andere zit ook. Ja, het is sowieso een oneven getal als je de scheidsrechter meetekent. Selecteer alles wat van toepassing is. Which are not passwords to get into Dumbledore's office? Oeh, dat is moeilijk. Sherbet Lemon is er sowieso een. Voor mij is Dropstalker ook sowieso een. Licorice Wand. Wat was het dan allemaal? Oh. Ik had het was dan een Licorice Wand, dus Dropstalk. Oké, prima. Of which Hogwarts member house is Terry Boot a member? Ja, maar dit is niet eerlijk, want ik weet niet hoe die in het Nederlands heet. Wie is Terry Boot? Hij is geen Gryffindor, dan zou ik hem wel iets beter kennen. Ik denk ook geen Slytherin, hij is vast een Hufflepuff. Motherfucker. Oh. Discover why you should be best friends with a Ravenclaw. Omdat ik er een ben, dat was een Ravenclaw. Shit man. Gaan we iets minder goed op de harde quiz. Which Polyjuice Potion ingredient must be acquired at the full moon? Sowieso niet de persoon waar je wil veranderen. Voor mij zitten er geen salamanderdeeltjes in het drankje. Dus voor mij is het Fluxweed. Yes. Which type of creature is an Ashwinder? A dogfish, serpent, bird. Ik ga voor een vogel. Veel dingen zijn vogels. Oh. Nou, dat is jammer. Het was een serpent. Oei, oei, oei. En dan ben ik dat ik dingen weet over serpenten. True or false? Aragog's wife is called Mosag. Dat is zeer zeker waar, ze is alleen wel dood. Oké dan. Which team from the Ministry of Magic is responsible for modifying the memories of muggles who have been exposed to magic? Dat is voor mij gewoon een los ministerie, toch? Gewoon de... misschien zijn het gewoon de Aurors. De weten die motherfuckers in het Nederlands ook weer? De Schouwers. Of hebben ze los een team van vergetelaars? Ik denk de Aurors gewoon... Nee, het zijn de... Obliviators, toch wel. Gewoon een los team daarvoor, oké. Where can the demiguys be found with difficulty? Jeetje. Het Verre Oosten. Oh, dat is nog goed ook. Ik deed maar wat, joh. Which house was Moaning Myrtle sorted into? Maar was zij een Ravenclaw? Yes. What year was Ollivanders founded? Oei, oei, oei. We gaan voor die met de 400 erin. Pats, helemaal fout. Maar prima. Selecteer alles wat van toepassing is. What shades of blue robes does Lockhart wear in Harry Potter and the Chamber of Secrets? Ik kan hem meer delen. Hij heeft sowieso turquoise gedragen. Vergeet me niet, is blauw klinkt zeker wel als hij. Voor mij deze ook. Voor mij allemaal gewoon. Shit man. Het was bijna allemaal behalve peacock blue. Oké, ik zat in de buurt. What number is Harry's vault at the Gringotts Wizarding Bank?
is dat? 600 en allemaal getallen. 678? 78 dan, 78, yes. Who says, I wouldn't touch a filthy little blood trader like her, whatever she looked like. Lucius Malfoy klinkt een beetje als een inkoppertje. Het is ook gewoon niet Lucius Malfoy. Oh, Ginny Weasley, oké. Okay. Selecteer alles wat van toepassing is. What are two of the known hobbies of Professor Quirrell? Eens even kijken. Toverschaak, vast wel, anders komt hij niet door die puzzel heen. En reizen, want daar ontmoette hij Voldemort toen hij op verre reis was. Het was reizen en bloemen, bloemschikken. Oké, sure, wat jij wil. What's the name of the wizard who ends up with a buffalo on his chest when he said S instead of F? Barovio. Geen idee. Who says my name was down for Ethan? You know, I can't tell you how glad I am I came here instead. Hi. Ik ga echt kapot hier. The door to the prefect's bathroom is to the left of a statue of whom? Boris de Bewilderde. Yes. Yes. True or false, when Harry watches the sorting for the second time in his fourth year, he witnesses Kevin Whitby put into Hufflepuff? Yes. Yes. Zeer zeker. Where did Quidditch originate? Ooh. Quidditch March. Hey, is goed. During their first journey to Hogwarts, which chocolate frog card does Ron tell Harry he has about six of? Ooh. Voor mij Sirke. Sirke heeft hij er zes van. Nee. Kut. Het was Morgana. Ah ja, ligt in de buurt, joh. Ligt in de buurt. Resultaat poor. You got so far, je zuigt. But in the end, it doesn't even matter. Fijne Harry Potter verjaardag, die een paar dagen geleden was. Ik ga lekker naar bed toe. En dat zou jij ook een keer moeten proberen. Ja, even kijken. Ik faal. Dankjewel. Hey.